We staan als maatschappij voor grote uitdagingen. Hoe gaan we om met klimaatverandering, met een afname aan biodiversiteit en zorgen we dat we voldoende voedsel produceren voor de wereldbevolking? De manier waarop we voedsel produceren heeft een grote impact op onze omgeving en op het milieu. Voedselproductie is verantwoordelijk voor een kwart van de menselijke emissies van broeikasgassen. En de landbouw gebruikt bijna de helft van de niet met ijs bedekte aardoppervlak. De landbouw voorziet ons niet alleen van voedsel, maar ook van materialen zoals katoen en biobrandstoffen. Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe, zoals met name dierlijke producten, waaronder vlees en eieren. Maar ook de vraag naar biobrandstoffen en materialen neemt toe. Dat betekent dat we heel slim moeten omgaan met ons aardoppervlak en goed moeten zorgen voor de bodem. En daarnaast moeten we heel goed nadenken over hoe gebruiken we grondstoffen. Grondstoffen zoals fossiele brandstoffen en fosfaaterts. Een toekomstbestendige landbouw betekent het produceren van voedsel en andere producten zonder dat deze grondstoffen opraken. En dat we goed zorgen voor de bodem. De vraag is alleen, hoe gaan we dit doen? Nou, dit is een vraag waar wij als onderzoekers ons heel druk mee bezighouden en waar jij met je profielwerkstuk misschien een bijdrage aan kan leveren. Om effectief gebruik te maken van onze grondstoffen, van onze bodem, moeten we allereerst minder gaan verspillen. En we moeten ook onze grondstoffen effectiever gaan gebruiken. En misschien zelfs hergebruiken. Er wordt heel veel voedsel richting de stad gebracht en daar ontstaat eigenlijk heel veel voedselafval, maar ook menselijke ontlasting. Nou, hoe kunnen we daar nou grondstoffen uit gaan hergebruiken, gaan recyclen en op die manier kringlopen gaan sluiten? Nou, zo wordt er op dit moment heel veel nagedacht over het concept kringlooplandbouw. Hoe verschilt kringlooplandbouw nou eigenlijk van bestaande landbouw en kan dat een bijdrage leveren? Ook wordt er heel veel nagedacht over landbouw in de stad. Is dat stadslandbouw? Is dat misschien een oplossing? Of ziltelandbouw. Landbouw op gronden waar door bodemdaling of door klimaatverandering steeds meer zout in de bodem optreedt. Nou, wij zijn heel erg benieuwd naar jouw ideeën voor welke vorm van voedsel kan nou een bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Alle ideeën zijn welkom en we zijn heel benieuwd.